De politie plaatste maandagmiddag een bericht op Burgernet met een waarschuwing voor de inwoners van de gemeente Wijchen. Verschillende mensen zouden vandaag namelijk zijn gebeld door personen die zich voordoen als de politie. Er wordt een verhaal afgestoken over inbraak in de omgeving en de personen willen vervolgens langskomen om de veiligheid in de woning te controleren. De politie adviseert hier niet op in te gaan omdat het oplichters zouden zijn. De echte politie zou namelijk altijd aan de deur zich legitimeren, zo wordt gezegd. Actievoerders van Extinction Rebellion liepen zaterdagmiddag een protestmars door Nijmegen tegen de mogelijke komst van een gascentrale in de stad. Burgemeester Bruls had de mars op voorhand verboden en riep de betogers op om in het Kronenburgerpark te blijven waar de mars zou beginnen. De betogers negeerden de bevel en trokken door de binnenstad waar ze op een bepaald moment werden gesommeerd te vertrekken. De politie heeft een groep betogers die erop op de grond ging zitten uiteindelijk verwijderd. Later blokkeerde de actiegroep nog de Oranjesingel, waarna een verkeersopstopping ontstond voor verkeer vanaf de Waalbrug. Een 54-jarige man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Hedel zijn door de rechtbank veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Elst. De man uit Den Bosch krijgt een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur. De man uit Hedel krijgt 1 maand voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. De hennepkwekerij werd door de politie ontdekt op 20 december 2022 in een loods in Elst. De man uit Hedel was de huurder van de loods. Hij had schulden bij mensen uit het drugsmilieu. Stichting De Vierdaagse maakte vandaag bekend dat inschrijven voor de 106e editie van de Nijmeegse Vierdaagse op maandag 12 februari van start zou gaan. Vanaf 10 uur in de ochtend is inschrijven mogelijk voor deelnemers die de Vierdaagse al eens hebben uitgelopen en voor deelnemers die geboren zijn tussen 2006 en 2012. Deze inschrijfperiode loopt tot 1 maart. Op 4 maart opent de tweede termijn voor debutanten aan de Vierdaagse. En deze periode loopt tot het limiet van 47.000 deelnemers is bereikt. Nieuw dit jaar is dat deelnemersbewijs overdraagbaar is. Mocht iemand toch niet mee kunnen doen, dan kan Haals inschrijflimiet is bereikt. Het deelnemersbewijs tot 31 mei worden overgedragen aan iemand anders. Hiermee vervalt wel de mogelijkheid tot annuleren. Deelnemen aan de Vierdaagse kost dit jaar 115 euro en dat is 6 euro meer dan vorig jaar.